Het is kerstavond. Alle cadeautjes zijn ingepakt en onder de kerstboom gelegd. Klaar om op kerstochtend opengemaakt te worden. Kleine Tim strompelt naar de haard. Hij zet een taartje en een glas melk voor de haard voor de kerstman. En natuurlijk ook een knapperige wortel voor de rendieren. Zijn grote broer Ebenezer kijkt heel boos. Hij heeft de cadeautjes geteld en er is er één meer voor kleine Tim. Het is niet eerlijk, klaagt Ebenezer. Dat jij je been gebroken hebt, wil nog niet zeggen dat je meer cadeautjes moet krijgen dan ik. Misschien brengen onze neven en nichten een cadeautje voor je mee als ze morgen op bezoek komen, zegt kleine Tim. Maar Ebenezer blijft mopperen. Ik wil niet dat ze komen, zegt hij. Ik verstop me wel in mijn kamer. Kleine Tim weet wel dat hij niet met Ebenezer moet discussiëren als die een slecht humeur heeft. Hij hangt hun kousen bij de schoorsteen en strompelt dan naar bed. Ebenezer heeft zich vast vergist. Hij telt de cadeautjes nog een keer. Kijk, achter de pakjes is een klein muizenholletje. Misschien zit daar wel mijn cadeautje in, denkt Ebenezer. Hij steekt zijn hand erin om te voelen en dan gebeurt er iets heel vreemds. Het kleine muizenholletje wordt steeds groter en groter, tot het net groot genoeg is om er doorheen te kruipen. Wie had gedacht dat er zo'n prachtige plek schuil zou gaan achter de plint? De kerstbomen zijn schitterend, mooier dan Ebenezer ooit heeft gezien. De grote rode kerstballen fonkelen zo mooi. Reusachtige zuurstokken torenen boven hem uit. Wat een bijzondere plek, zegt Ebenezer. Nu kan ik mijn eigen kerstfeest vieren. Hij kijkt onder de kerstboom. Maar daar liggen geen cadeautjes. Plotseling voelt hij een koude wind. Naast hem verschijnt een merkwaardige geest. Wie ben jij? Fluistert Ebenezer. Ik ben de geest van voorbije kerstmis, zegt de geest. Ebenezer is een beetje bang, maar de geest glimlacht vriendelijk. Dit is Kerstland, waar alle herinneringen aan kerstmis bewaard worden, zegt ze. Ik ben hier om je een gelukkigere tijd te laten zien, niet zo lang geleden. Ze zwaait met haar hand en dan verschijnt er voor hen een herinnering aan een gelukkiger kerstfeest. Het is kerstochtend, nog maar een jaar geleden. Ebenezer geeft kleine Tim een cadeau. Dit is van mij voor jou, zegt hij. Ebenezer wacht geduldig tot kleine Tim het cadeau heeft uitgepakt. Bedankt, Ebenezer, zegt kleine Tim. Wat een leuk spel. Zullen we het meteen spelen? Ja, leuk, zegt Ebenezer. Om de beurt proberen ze de vlooien in de pot te laten springen. En dat is moeilijker dan het lijkt. Maar het is grappig om te zien hoe de vlooien door de lucht vliegen. Die dag herinner ik me nog, zegt Ebenezer. We hadden samen zoveel lol met het spel, maar de geest is verdwenen.
Plotseling is Ebenezer alleen in Kerstland. Maar dat vindt hij helemaal niet erg. Hij kijkt onder alle kerstbomen. Er moeten hier toch cadeautjes zijn, denkt hij. Dit is tenslotte Kerstland. Maar hij vindt er geen één. Plotseling voelt Ebenezer een koude wind. Naast hem verschijnt een merkwaardige geest. Wie ben jij? Vraagt Ebenezer. Ho, 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 ik ben de geest van huidig kerstmis, grinnikt de geest. Weet je niet dat de kerstmis meer is dan alleen cadeautjes? Hij zwaait met zijn hand en voor hen verschijnt een kerstherinnering. Het is eerste kerstdag en hun nichten Sanne en Emilie en hun neef Joep komen op visite. Waar is Ebenezer? Vraagt Sanne. Die heeft een rot humeur, zegt kleine Tim. Hij wil niet met ons spelen. Oh, hij loopt altijd zo te mopperen, zegt Joep. Hij verpest onze spelletjes altijd, zegt Emilie. Ze denken allemaal dat het veel leuker is zonder hem. Ze hebben het erg naar hun zin en dansen op hun favoriete kerstliedjes. Ebenezer voelt zich heel naar. Oh, geest. Ik ben zo vervelend geweest tegen kleine Tim en de anderen, zegt hij. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Maar de geest is verdwenen. En Ebenezer is weer alleen in Kerstland. Maar hij zoekt niet meer naar de cadeautjes onder de kerstboom. Hij wil alleen nog maar sorry zeggen tegen kleine Tim en de anderen. Plotseling voelt Ebenezer een koude wind. Naast hem verschijnt een merkwaardige geest. Wie ben jij? Vraagt hij. Ik ben de geest van toekomstig kerstmis, zegt de geest. Kijk maar eens goed. Elke kerst wordt zoals deze als jij je niet anders gaat gedragen. Ze zwaait met haar hand en voor hen verschijnt een herinnering aan een kerstfeest dat nog moet komen. Ebenezer zit alleen naast de kerstboom. Hij heeft heel veel cadeautjes, maar hij kijkt heel verdrietig. Maar waar is kleine Tim? Vraagt Ebenezer aan de geest. De geest geeft geen antwoord. Ebenezer pakt een kerstcadeautje uit. Het is een gezelschapsspel. Maar hij heeft niemand om het mee te spelen. Wie had ooit gedacht dat hij zo verdrietig zou zijn met kerstmis? Ebenezer kan het bijna niet aanzien. O, geest, ik hou heel veel van mijn broertje. Ik wil dat we met kerstmis samen zijn, zegt hij. Maar de geest is verdwenen. Dit laat ik niet gebeuren, zegt Ebenezer. Ik ga meteen naar huis en ik ga mijn leven beteren. Hij werpt nog één blik op Kerstland en kruipt dan terug door het muizenhol. Ebenezer is heel blij dat hij weer veilig thuis is. Het moet kerstochtend zijn. Het glas melk is leeg en van het taartje zijn alleen nog maar een paar kruimels over. Er ligt ook nog een klein stukje wortel met afdrukken van rendiertanden erin. En het mooiste van alles is dat de kousen bij de haard tot de rand toe gevuld zijn met cadeautjes. Maar Ebenezer heeft iets heel belangrijks te doen. Ebenezer helpt kleine Tim uit bed.
Het spijt me dat ik zo onaardig tegen je was, zegt hij. Ik beloof dat ik voortaan mijn best zal doen om een goede broer te zijn. En daar hield Ebenezer zich aan. Hij was nooit meer onaardig tegen kleine Tim. Ziezo. Ik denk dat het boek nu echt even tot rust moet komen. Want het is al meer dan 100 jaar oud. Vertel eens, versieren jullie ook een boom zo mooi met kerstmis? Moet je echt doen. Hartstikke leuk. Ik zeg tot ziens bij een nieuw Boomerang-verhaal.